VVD-minister Dylan Jezielkus gaat de verkeersboetes met maar liefst 10% verhogen. Niet omdat Nederlanders zich zo slecht aan de verkeersregels houden, nee, omdat ze geld nodig heeft voor de massale immigratie. Dat is twee keer fout. Eén, we moeten natuurlijk stoppen met de massale immigratie. En twee, de Nederlandse overheid zou moeten bezuinigen in plaats van automatisch geld op te halen bij de Nederlandse burger. Wat mij betreft is het automatisme waarbij we altijd zeggen, dus we gaan mensen belasten. Okay. Dat mag minder. Dus waar gaan we het dan van betalen? De overheid kan zelf een stuk zelf echt bezuinigen. Grap daarom niet in de verkiezingsbeloftes van de VVD. Maar stem op 22 november op Forum voor Democratie.